Hey mensen, leuk dat jullie weer kijken. We gaan vandaag een nieuwe besturing in de CNC freesbank bouwen. Nou, wil je niks daarvan missen? Vergeet niet te abonneren en het belletje aan te klikken. Dan komt het allemaal goed. Ik zou zeggen, veel kijkplezier! We gaan de kast afkoppelen. We gaan eerst een nieuwe schakelaar inzetten voor de stroom. Die heb ik hier. Die gaan we eerst erin bouwen, dat dat in orde is. Dan gaan we proberen de, ik zal hem eens losmaken, USB CNC printplaat in te gaan bouwen. Het wordt een heel klusje. Nou, we gaan even alles labelen. Want alles wat je niet hoeft uit te zoeken, ja, spaar je weer tijd mee, hè. Nou, zo ziet hij van binnen uit. Frequentieregelaar. En de stappenmotorsturing. Breakout bord. Dit gaat naar de oude besturing. Maar dat moet allemaal veranderd worden. Dus dat gaat allemaal eruit. Dan komt die USB CNC. Dan wordt die allemaal aangesloten. En dan moet het goed zijn. Ik zie een hele hoop dingen die loszitten. Dan moet even allemaal veranderd worden. Daar hoop ik niet van. Maar we gaan eerst de schakelaar eruit halen. Thank you.
Nou, we hebben de schakelaars anders erin gezet. Ik vond dit mooi, ja. Uit. Aan. Noodstop. En power on lamp. Ik vond het toch beter zo, want anders moest ik die in kwartslag draaien. Dus ik heb het zo erin gemaakt. Nou, ik heb het uitgemeten op de deur. Dit plaatje moet hier erop komen met afstandbusjes. En dan kan een kastje zo er tegenaan. Nou, even aantekenen. Ik heb een toeltje gemaakt een keer. Ik heb dat al eerder laten zien, denk ik. Het is makkelijk voor aan te tekenen. Nou, ik heb die hier aangetekend. Leg dat plaatje er gewoon op. Fijn rij. Pakken we de center point. Moeten we alleen even aantekenen hoe dus. Zo. Pas het altijd. Nou, we hebben nog twee extra gaten geboord voor stel dat kastje past niet. Dan kan ik het daar neerzetten. Handig, hè? Even borgen. Dat ze niet los trillen. Nou, past precies. Als ik hem op de onderste gaat had geschroefd, dan had hij niet gepast. Dan kwam hij hier tegenaan. Maar goed dat ik dat verstelbaar gemaakt heb. Ja, dit was het voor deze week. Ik ben natuurlijk al verder, maar ik hou het even hierbij. Het wordt een meerdere delige serie.
Want anders dan moet ik dat heel kort knippen in een half uur. En dan ja, zie je eigenlijk niks. Ja, ik ga ermee verder. Hij moet nog helemaal bedraad worden. Ik ga je vertellen. Hij doet het al. Maar ja, dat zien jullie de volgende week. Vergeet niet te abonneren en belletje aan te klikken. Zodat je niks mist. En dat zou ik zeggen, tot de volgende. Dag.